Hallo, we hebben het vandaag over Cornelis de Graaf. Het was een rijk man en hij maakte veel mooie portretten met zijn vrouw. En een kleine rijke groep burgers kwam een keer bij hem eten. En dit was een eetzware. Hoi, nu gaan we over naar zijn vrouw. Dit is zijn vrouw. Ze heet Gerrit Overlander. Ze maakten samen hele mooie portretten en ze waren heel chic. Dit is hun eten en het was heel duur. En de servies was ook heel duur, want alles was van zilver. Hallo, dit gaat over Jan die viswater heeft. Maar dan komen er een paar mensen die voor geld zijn polder gaan bedenken. Zodat ze landbouw kunnen verkopen. Maar dan kan Jan niet meer vissen. En dan moet hij naar de vismarkt. En voor die mannen draait het alleen om geld. Einde. Hallo allemaal, ik ben Fedwa en ik ga vandaag vragen aan de mevrouw die met de trekschuit reist. Hallo mevrouw, waar gaat de reis eigenlijk naartoe? Ik ga van Rotterdam naar Amsterdam. En waarom met de trekschuit? Het is heel snel en ik doe er maar 13 uur of zo voor. Snel toch? En wie trekt die trekschuit dan? De paarden natuurlijk. En die zijn heel snel. En het reist op het water, toch? Ja, op de waterwegen. En wat vindt u eigenlijk van de trekschuit? Het is heel snel en betrouwbaar en het is heel goedkoop. En hoeveel kost het eigenlijk ongeveer? Nou, paar poentjes. Oké, dank u wel dat ik dit aan u mag vragen. De eerste journaal. Amsterdam heette vroeger Amsterdam, omdat de Amstel vlakbij de dam zit en de Centraal Station en de Amstel was heel erg groot. Vroeger was er een gracht door de straten om bij de dam te staan. Ja, geen. Rond 1650 waren haven, waar nu Centraal Station nu is. Er waren ook pakhuizen waar ze spullen bewaarden, net als het Scheepvaartmuseum. Amsterdam wordt steeds groter, dus explodeerde vroeger. Dit is het Gouden Eeuwnieuws van Elisa. Ik sta hier op het fluitschip. Wat ze doen, waar ze naartoe gaan en hoe ze dat doen, dat zult u zien. Dit is kapitein Semia. Waar gaat u naartoe? Naar Polen. Wat gaat u daar doen? Graan halen. Is dat erg duur? Kost 2 à 3 goudstukken. Maakt u dan veel winst? Ja, heel veel. Waar verkoopt u dat eigenlijk dan, het graan? Op supermarkt of markten. Oké, dit was het Gouden Eeuwsjournaal. Het enorme meerdelige werk heeft bijna 600 mooie versierde kaarten. Maar Jacob was heel rijk. Hij ging vaak varen, maar had geen alleen rechten op Columbus. Klaar. Zo normaal. Ik ben Marilou en ik ben jullie verslaggever van het Gouden Eeuwnieuws. Vandaag interview ik Willem Vissers van de Haringboot die door heel Europa vaart. Hier is hij. Hallo. Vertelt u eens wat over de haringboot van u? Ik heb een haringboot, ik ben de kapitein van de haringboot. En we vangen elke dag tonnen met haring. En we eten per man 10 haring. En we hebben heel veel ervaring ermee. En we nemen altijd 1 oorlogsschip mee voor alle kapers die we altijd tegenkomen. Oké. Nou, dit was het Gouden Eeuwnieuws voor vandaag. Ik was Marilou, uw verslaggever. Tot de volgende keer. Jongens en meisjes. Vandaag met Michiel de Ruiter op Michiel de Ruiter's schip. Vandaag gaan we het hebben over zijn zeeslag. Wat vond u daarvan? Ik ben er trots op. En u bent een zeeheld geworden door uw zeeslag. Ja. Daar heeft u een onderscheiding gekregen. Van wie? Van de Lolle van Vierde. En u heeft uw ketting niet op vandaag? Ja, ik heb hem bewaard. Ja. U was zeker bevriend met Lodewijk de XIV. Ja. Oké, dan. Hallo, ik ben Lindsay en we staan hier bij elkaar in Amimba's huis om over haar leven te praten, want ze is namelijk in de snavelij beland.
Hallo, ik ben een meisje en ik heet Aminba. Ik werk hier bij een man en vrouw. Ik doe het huishouden, ik kook veel en ik was. En ik maak het eten en ik doe heel veel boodschappen. Maar word je dan nooit teruggestuurd naar Suriname? Nou, eigenlijk heb ik ze horen praten en ik moet eigenlijk terug. Maar wat moet ik voelen? Moet ik blij zijn? Moet ik nou boos zijn? Wat moet ik doen als ik daar niet mijn ouders niet kan vinden? Ja, helaas. Maar dit was de aflevering. Dus tot! Ik ben Marcel Dogri. Ik ben op de schip de gerechtigheid. En ik vertel jullie over Martin Lop. Hij was vroeger arm en de kans was heel groot als je arm bleef, dat je arm was. Hij begon, maar bij de VOC niet. Hij begon als constabel hulpje en na 5 reizen omhoog is hij toch kapitein geworden. En hij sterft helaas voor de kust. Hij sterft helaas voor de kust van Zuid-Afrika en is denk ik op het schip doodgaan.